Beste kijkers, op 5 januari een Ajax slotstand van 800 en een heel klein beetje. En dat betekent een kleine aderlating vanuit het stierenkamp. U ziet het op de realtime dagkaart van de beursbarometer. Gisteren al een zwarte candletje tegen de rode streep op 809. Vandaag een tweede zwarte candle, maar nog te weinig om echt de trend te doen keren. Wel even een smet op het geheel, maar zolang de SMA-lijn op 800 ruim in stand blijft en als vangnet dienst doet, krijgen de bulls nog de gelegenheid om opnieuw op te stomen naar de 809 passage, die uit te nemen om vervolgens ruimte te creëren richting 829. Het wordt wel een beetje piepen en kraken, hangen en wurgen onderin het speelveld. Anders gezegd, de SMA-lijn die moet toch als steun gaan fungeren. Een zwarte candle daaronder, en als dat morgen het geval is, dan zal ook de DBS in de min schieten. Nu formeel een klein reboundstandje, maar zoals gezegd, er moet meer gebeuren om het sentiment echt goed om te laten slaan. We gaan eens kijken of de bulls morgen in staat zijn om terug te keren met een witte candle. En dan kunt u alsnog besluiten om aan te haken bij onze Turbotijd long setup die we vandaag hebben gepresenteerd. U ziet de risk-reward balk staan. Klein beetje meeliften naar 809 en boven 809 posities vergroten naar 829. Dat is de money management tool die we hierop loslaten. Tegelijkertijd ziet u aan het blauwe streepje dat er maar weinig hoeft te gebeuren. En om de setup weer van het scherm te halen. We laten ons niet verrassen door de beer. Dus pas eventjes op morgen. Koersvorming onder 800. Dat betekent eindoefening. De DAX. Vandaag een 3/4% erbij. Hier eigenlijk een vervolg van de bullenparade. Al eerder gezegd in vorige uitzendingen dat de DAX beter presteert qua trendmatigheid. Ook nu vandaag weer met een gap tussen de bodies. Keurig omhoog, wit met swing plus 8 en nu dicht bij de eerste rode streep op 16.000 ruim. Morgen wordt het spannend. Een zwarte candle met swing plus 9, zwart tegen de rode streep. Dat is wel degelijk een eerste indicatie van topvorming. En dat mag uit hoofde van money management aanleiding zijn om koopposities te verkleinen. Ook al geldt niet officieel dan nog een exit long coaching aanbeveling. Een beetje spelen met de materie, dat is natuurlijk toegestaan. Met andere woorden, vinger aan de pols bij de rode streep morgen. Weerstand tegen rood, dat betekent oppassen. Zo niet gaan de bulls daar dwars doorheen, dan wordt er natuurlijk daar ook weer veel meer ruimte bewerkstelligd. Ik neem u mee naar de grafiek van ING. Ik ga maar even voor u bijpakken om aan te geven dat er links en rechts en zeker bij de financials en de banken best wel mooie bullenparadetjes in gang worden gezet. Zo ook op de dagkaart van ING. Op de weekkaart is er al sprake van een mooie uptrendfase en daar komt de dagkaart nu bij. Keurig bevestigd door de indicatoren. U ziet daar de witte candle boven de SMA-lijn staan. RSI ruim boven de 50 en als duidelijke bevestiging, en dat moet dus dit jaar, een coaching stip op de DBS-indicator. Dat rechtvaardigt het innemen van koopposities. Morgen even kijken of de bulls in staat zijn om boven de SMA-lijn te blijven bewegen. Dat is natuurlijk de voorwaarde om verder te zoeken naar koopmomenten, want dan mag u meeliften naar 1340 tot 1373. Ik wens u een prettige avond.